Hoi, superleuk dat je kijkt. Vandaag ga ik mijn tweede dagvlog filmen. En wat ga ik vandaag doen? Ik heb een klein cadeautje voor mijn zus gekocht omdat zij zondag jarig is. Het is vandaag vrijdag 25 augustus. Ik heb dit paspoorthoesje gekocht. Vond hem wel schattig. Maar ik wil niet alleen dat geven. Dus ik ga vandaag de Haagse stad in om wat erbij te kopen. Dus ik neem jullie vandaag mee naar Den Haag. Veel kijkplezier. Oké, zoals je ziet had ik het hoesje dus nog niet ingepakt. Dat ga ik nu even snel doen. Nou, zoals je ziet ben ik weer thuis. Ik kom erachter dat ik heel veel ben vergeten te filmen in Den Haag. Dus ik ga nu even aan jullie laten zien wat ik heb gekocht. Oké, ik ging dus eigenlijk naar Den Haag om wat voor mijn zus te kopen. En dat is gelukkig gelukt. Ik heb even zo'n klein spiegeltje gekocht in het zwart. Vind ik heel schattig. Een kaart en een tasje waar ik het paspoorthoesje in kan doen. Dus dat vond ik helemaal leuk. Ga ik straks even inpakken en dan is het klaar. Verder heb ik voor mezelf nog twee schattige oorbelletjes gekocht. Het zijn van die maantjes. Dus ik ga ze straks gelijk even indoen om te kijken hoe ze staan. En als laatste ben ik nog even naar de skate store geweest. Ik wilde al heel lang een shirt van Rip & Dip. En toen zag ik deze liggen in het legergroen is het. En ik dacht dat is wel leuk voor het najaar. Dus deze heb ik gekocht. Wat ik altijd zo leuk vind aan die Rip & Dip shirts is dat als je zo het zakje naar beneden doet, zie je de middelvingertjes van het poesje. En ik ben natuurlijk gewoon een cat lady. I mean, daar is mijn eigen poes. Dus ik vind hem leuk. Ik ga hem straks even aandoen, zodat jullie kunnen zien hoe hij staat. Wat ik ook wel leuk vind om te laten zien is dat ik dit shirt van Stussy heb ik eergisteren gekocht in Haarlem. En ook bij een skatewinkel. Maar dan volgens mij heette die Revert 95 zoiets. En op de achterkant staat ook het logo. En ik vond de kleur gewoon heel leuk. Ik twijfelde ook tussen een turquoise trui van Huff. Maar ik vond deze wat leuker staan en makkelijker te combineren. Dus ja. Oké, inmiddels heb ik het shirt even aangedaan. Het is hier wel donker. Dus je kan de kleur niet heel goed zien. Maar ik vind hem echt super leuk. En hij zit goed, want ik had hem ook nog niet gepast daar. Dus daar ben ik blij mee. En ja. Superleuk. Yay. Nou, ik heb de oorbelletjes ingedaan. Ik ben er echt super blij mee. Ik hou echt van maantjes en dat soort symboliek. En ja, ik ben er echt heel blij mee. Kijk hoe schattig. Zo, ik heb net mijn boeken voor mijn opleiding binnengekregen. Ik moet dinsdag voor het eerst naar Amsterdam voor 2 introductiedagen. Gelukkig zijn er niet zo heel veel boekjes. Volgens mij zijn het er een stuk of 10. Maar ik ga dus media, informatie en communicatie studeren. Dus het zijn allemaal mediaboeken en hoe je moet leren schrijven en dat soort dingen. Super grappig. En ik ben ook wel benieuwd ernaar. Nou, het is inmiddels een paar uur verder en ik zit met mijn zus in de auto. Want we gaan naar Den Haag alweer. Daar kom ik net vandaan. Ja, we gaan wat foto's maken.
het zit ervoor. Wacht. Oh, kijk de maan. Oké, maar we hebben net even een drankje gedaan. Nou ja, ik heb warme chocolademelk gedronken. En mijn zus heeft een verse munthee gedronken. En ja, het is donker, dus we gaan nu maar weer richting de auto. Dan gaan we naar huis. En dat was mijn dag toch alweer voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En hopelijk tot snel. Hoi!